En ben je binnenkort ook een politiek zwaargewicht? Absoluut, absoluut. Hier begon het allemaal, in de sportschool. Ik kreeg hier een mailtje en ik was gewoon mijn benen aan het trainen. En opeens krijg ik een mailtje en ik heb hem gewoon ingevuld. Toen we eerst die exit poll zagen van Overijssel, want daar gingen ze natuurlijk zo vanuit het dak. Dachten we van, oh god, als het nou ook gaat gebeuren in Drenthe, dan zijn we in voor een groot resultaat. Hoeveel tijd ga je in dat statenwerk steken? Ik zat zelf aan 2-3 dagen te denken. Per week? Ja. Aardig wat? Ja, tuurlijk. Je moet er maar zin in hebben. Ja, maar daarom doen we het ook, anders hadden we het niet moeten doen. Nee, dat gaat wel gebeuren hoor. Dat komt goed. Ik was bij Stijn thuis en we zaten daar aan tafel met een biertje. En we zagen ze één voor één binnenkomen en zo zagen we ook telkens weer die zetels aanpassen naar nummer 17 zelfs. Kijken waar het nu op uitkomt. Ja! En op een gegeven moment zaten ze zo van, ja jongen, we komen er allebei in. En dat was wel ja, even een besefmomentje van, wauw, het is ons gewoon allebei gelukt. Ja, prachtig. Dit is wel even wat anders dan al die eindeloze vergaderingen, hè? Ja, dat is wel even wat anders, maar de afwisseling, praktijk met het statenwerk, ja, dat bevalt me wel heel goed. Ja, dat is mooi. Het doel is natuurlijk om de meest gespierde politicus van Nederland te worden. Ik dacht dat het Baudet dat was. Ik lust hem rauw. Gaan jullie nou de stront van al die andere partijen opruimen? We gaan eraan werken, maar het komt niet allemaal bij morgen. Dus we gaan ons best doen en dat gaat helemaal goed komen.